Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag ben ik bezig met deze minicrosser. Oké, ik heb weer een nieuw projectje. Deze minicrosser heeft mijn vader gevonden op het oud ijzer. En hij mist een paar onderdelen. Die onderdelen heb ik al besteld. Hier een buitenband, een binnenband, een benzineslangetje. De luchtfilter die zat er al bij. En ik moest even de trekstarter moest ik ook nog bij kopen. Nou, hij ziet er dus zo uit. Mooi oranje. De carburateur heb ik al helemaal schoongemaakt, maar die moest ik er vanaf halen voor de luchtfilter. En het slangetje, er moet een nieuw slangetje aan, want deze slang is te kort. Dus die moet eraf. En de trekstarter moet er natuurlijk op. De buitenband en de binnenband. De binnenband heb ik eruit gehaald, die was helemaal kapot al. En de buitenband is ook kapot. Oeh, die vallen. En voor de rest hoop ik dat hij het doet. Ik weet nog niet of hij het doet. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen eerst de kappen ervan afhalen. En dan gaan we even kijken wat we verder gaan doen. Oké, de kap kan er nu af. Oké, wat ik nu ga doen, ik ga de benzinetank ga ik eraf halen. Dat gaat samen met deze. En dan ga ik direct de slang ga ik vervangen. Oké, nu ik de benzinetank hier heb. Pak ik even het slangetje erbij die ik heb besteld. En ga ik als eerst ga ik deze er even afhalen. Zo. Nu deze. Dat wordt denk ik wat lastiger. Oké, ik heb het slangetje heb ik eraf. En nu moet deze hier nog op. Alleen hij past niet helemaal lekker. Of toch wel, ik heb helemaal niks gezegd. Zo, kijk eens. Deze zit eraan. En nu ga ik deze weer bevestigen op de minibike. En dan ga ik ervoor zorgen dat de carburateur weer op zijn plek gaat. En dan ga ik dit slangetje eraan bevestigen. Oké, die zit vast.
Oké, eerst ga ik oude buitenwand ga ik ophalen. Hier, je ziet helemaal dat hij helemaal naar de kloot is. Oude man eraf, die mag. Zo. Nu heb ik de nieuwe band, de nieuwe buitenband. Hier, de nieuwe binnenband. Oh, zo makkelijk ging het. Zo, de buitenband zit erop, nu moet de binnenkant er nog in. Moet ik hem eerst even weer deels afhalen. Dan pak ik de binnenband erbij. Met ventieldopje eraf. Dus even aan de kant. Dan ga ik hem eerst het ventielstuk erin doen en dan die eruit weer. Zo, en de binnenwand en de buitenwand zitten nu op. En nu moet ze nog even opgepompt worden. En dan kan ik hem op de minibike weer zetten. Oké, mensen, hij is af. Ik heb de wiel erop gezet. Ik heb alle kap heb ik weer opgedraaid. En nu gaat er even nog wat benzine bij. Even een klein beetje proefbenzine. Zo. Dopje erop. Gaan we kijken of je gaat starten. Go, boy! Oké, hij doet het. Ik ga nu naar buiten en dan ga ik even lekker rijden. Let's go! Nou mensen, zoals je ziet, de brommer doet dit heerlijk, hij gaat lekker snel. In ieder geval, ik wil allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze mini-crosser bult. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Moi!